Onlangs maakten de afdelingen van D66 van Nuenen, Sonnenbreugel en Gelderop-Mierlo bekend dat ze gingen samenwerken. Voor ons aanleiding om eens te vragen waarom die samenwerking nu tot stand is gekomen en wat het gaat opleveren. Welke voordelen heeft de samenwerking voor D66 Nuenen? Het uitwisselen van de inhoud, de thema's tussen de leden, tussen de fracties, dat deden we al met Gelderop. Daar hadden wij onderwerpen die elkaar raken. Het zwembad, het verkeer, de bussen, vervoer tussen elkaar. Zo hebben we allerlei thema's, rekenkamer, die elkaar raken. En dat is dan een voordeel om het gewoon inhoudelijk ook uit te wisselen. Welk voordeel heeft de samenwerking in D66 Dommelvallei voor D66 Gelderop-Mierlo? Het voordeel voor Gelderop-Mierlo is hetzelfde als voor Nuenen geldt. Wij kunnen met de fracties onderling heel goed samenwerken. Dat is ook belangrijk, omdat we een samenwerkingsverband hebben binnen Dommelvallei. De gemeenten werken met elkaar samen, vooral in de back-office. Dus ook op dat vlak kunnen we zaken met elkaar uitwisselen. En wat we bovendien erg belangrijk vinden vanuit Gelderop-Mierlo is dat we door de samenwerking met Nuenen en met Sonnenbreugel ervoor kunnen zorgen dat we een bredere basis krijgen bij onze leden om te zorgen dat we D66 in alle drie de gemeenten nog beter op de kaart kunnen zetten. Betekent dat ook dat jullie nu door die samenwerking kiezen voor een gemeentelijke samenwerking die tot fusie kan leiden? Dat is niet het uitgangspunt. Daar gaat D66 zelf ook niet over natuurlijk, daar gaan de gemeenteraden over. Die hebben alle drie aangegeven voor zelfstandigheid te gaan, maar wel met een intensivering van de samenwerking. Ik denk dat wij daar het goede voorbeeld al in geven. D66 is in Sonnen niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Denk je dat door de samenwerking met de andere gemeenten D66 een goede kans maakt om alsnog in de gemeenteraad te komen? Ik denk dat dat een goed uitgangspunt is. Want wij hebben heel veel stemmers op D66 landelijk in Sonnenbreugel. Er was tot voor kort nog geen afdeling. En ik denk dat door deze samenwerking er voldoende kader en kennis en kunde aanwezig is om ook in Sonnenbreugel plaatselijk actief te worden. Hoe kan D66 Dommelvallei zich in de toekomst als groene partij in dit gebied profileren? Het gaat om het hart. En daar weet Ton veel meer over. Ja, de drie gemeenten, Nuenen, Sonnenbreugel en Gelderop-Mierlo, die vormen natuurlijk de groene long tussen de steden Helmond en Eindhoven. En vanuit de strategische samenwerking die in de drie gemeenteraden is besproken, is dat ook datgene wat ons samen verbindt en van waaruit we elkaar kunnen versterken. En als D66 denk ik dat we als partij die het milieu, de duurzaamheid centraal stellen, met dat groene hart ons extra kunnen profileren.